gaan naar het Rijksland. Daar gaan we lekker oplopen, een beetje kijken. Ja. Vorig jaar zijn we ook al geweest. En toen hebben we zijn op jacht gaan naar wilde zwijnen. Duitsland, want we gaan dus naar een spookbos in Duitsland, maar we moeten iemand, een vriend van ons, ophalen hier, die weet de weg. En ja. De Google Maps shit doet het niet meer, want we hebben hier geen internet, dus we staan hier random in Duitsland op de weg stil. De schoof heeft gewoon hartstikke slecht geregeld. Ik zit hier met tassen om me en kan helemaal niks, mijn rug doet pijn en goed geregeld altijd hier. Oké. Hier mag ik aanhouden, dus alles maar rechtdoor. Maarten, wat zei hij? Moet hier terugrijden, ja? Dan rechts en dan links. Dat zijn die Duitse gasten, of wel? Ja. Is dit hier verlaagd Baudet, Groene Jerenstraat is het. Oh joh, ik kan me echt goed. Yo DJ, we hebben echt gewoon enkel 3 kwartier gereden of zo. Ja. Serieus? Ja, zo moeilijk is het toch niet, of wel? Ja, Duitsland! Ja, we lekker terug zitten. En daar rijdt hij. Staat hij al 16 jaar op je te wachten? Ja, hoe lang staat hij al? Ja, ik denk dat is het huis. Ja, ik denk dat echt al... Nou, ik niemand weet. Ik heb ongeveer een uur geleden gezegd, we gaan nu. En ik zei, ik doe er 20 minuten over, dus al die 40 minuten zat hij dan nu op. Oh, dat is keizielig. Gast, je fietst 25 of 30 kilometer per uur, hè? Dit hebben jullie vorige keer gelopen. Ja. Ja, dat was een drama toen. Jongens, ja, zitten we helemaal niks. Ik ben politiek niks. Over, ik heb het nu al. DJ, je bent er ook? Juist. Wat gaan we nou eens precies doen? We gaan zwijnen 2.0 doen. Want de vorige keer waren er heel veel likes gekomen en heel veel positieve reacties. Dus we gaan het gewoon nog een keertje doen. Ja, en in dit seizoen zijn er kindjes. Precies. En het is vrijdag de 13e. Ja, dat is fucking ziek, ja. Dus guys, gaan we het overleven? Oh ja, trouwens, gevoelstemperatuur vannacht -1. Hoi. Let's go. Let's go. Yo, we zijn maar het eigenlijk al voorgesteld voor Veltax. Heb ik jullie voorgesteld voor Veltax? Moet je voorstellen? Ik sta een keer in een video met First Doom. Yes, wie ben jij? Ik ben Maarten. Ik ben 16 jaar. En je wordt Nederlands docent. En ik word Nederlands docent, ik ga Nederlands studeren. Juist. Maar, en Joris, stop met studie. Oké, dan gaan we verder. We zetten eerst een tent op en we gaan super diep het bos in. Ik wil echt zwijnen kunnen aaien. Zwijnen kunnen aaien zou ik niet doen. Maar hè? Probeer het. Oh mijn god, ik weet niet of ik er zin in heb. Schranken. Daar is je schranken. Schranken. Moet je kijken, wacht. Kijk dan. Waar hebben jullie dan over? Een schranken, dat is zo'n blokkade, daar heb je. Oké, we staan in het bos. Ja, nou kijk, ik woon hier 5 of 10 minuten fiets hier vandaan. Ik kwam hier vroeger altijd om te spelen en zo, gewoon in het bos. Super chill. Maar echt, de laatste paar jaren, dit bos is fucking raar geworden. Er wordt niks meer aan onderhoud gedaan, er komt hier helemaal niemand meer. Er zijn dingen weggehaald. Er stond eerst een huisje, daar kon ik gewoon chillen, weet je wel. Precies, is weg. En het is hier fucking raar in de nacht, want als je hier s'nachts bent, je zit hier. Je hoort helemaal niks te horen, maar je hoort gare shit. Ik hoop dat we vannacht echt gare shit gaan meemaken. Allerliefste, vorige keer zagen wij zo'n masker hangen, zo'n clown shit. Ja. Wil ik die nog een keer zien? Want ja, nu weten we, ik weet niet meer waar, ik weet ongeveer dat hij aan de rechterkant hing. Naar beneden. Naar beneden. Toen zei nog naar beneden. Precies. Dus dat clown masker gaan we sowieso proberen te vinden. En daarnaast natuurlijk de wilde zwijnen. Ik weet niet of het te slim is, ik denk totaal niet, maar... Het is voor Eltax, kom op, we moeten dit doen. Ja, we gaan serieus, als het beestje aanbrengt, gewoon dood. Dat is niet, precies, je bent hartstikke dood. Zo'n mannetje is 130 kilo gewonnen. Ja, het zijn niet zo grote beesten, alleen ze zijn helemaal gek. Ze zijn echt, ze bijten die gewoon helemaal kapot. Ja, jongens. Je kunt er niks aan doen, want ze zijn nog super snel. Alle kloten. Precies. Nou, genoeg geluld, we gaan lekker naar het bos, zetten eerst de tent op, dus we gaan zo meteen even daar het plekje van de vorige keer. Dus let's fucking go. Trouwens, laat een blauw duimpje achter deze video. Zo niet, stukken wild zwijn op je af. Geniale grap, laat een blauw duimpje achter. Let's go! Oké, guys, ik weet niet of jullie mijn gezicht goed zien, maar welkom. Fucking kut, we hebben nu al de hele tent opgezet en zo, maar we moeten het nu doen met deze zaklampjes. Want wat het nou is, mijn lamp, een hele grote lamp die ik op mijn camera heb, die is die batterijtjes, maar de energie, die connect niet meer, waardoor gewoon de energie, daar komt gewoon geen licht meer uit, er komt op neer. Dus we moeten nu met, dit. Oh, wacht, dus licht naar beneden. Ja, we moeten dus nu met deze zaklamp doen die ik hier heb en die twee. Flink walgelijk. Het heeft wel een beetje een eng effectje, vind ik. Hier, kijk dit. Yo guys, we gaan nu zoeken naar wilde zwijnen. Precies. Hopelijk vinden we ze. Of niet eigenlijk. Het is wel echt kut. Met mijn normale lamp, ik zag nu al het bos. Nu is het gewoon, kijk dit. Het heeft zich wel wat engs, hoor. Heeft helemaal niks engs, het is gewoon kut.
Oh, hier zijn we vorige keer. Hier zijn we de vorige keer geweest. Gaan we naar boven. Deze kant pakken nu? Precies. Beter praten we niet te hard, straks wel zwijn wakker of zo. Toch? Het broedseizoen. Ja, man. Ja, wat, ja. Waarschijnlijk zie ik eruit als een geest, maar dat maakt niet uit. Wacht! Hey! Hey, boys! Hadden wij hier vorige keer niet ergens zo'n gek grafsteen gezien? Ja, dat klopt. Herinner je dan nog ergens? Oh my... Gast, dat is fucking sick, man. Wat? Gast, kijk dit. Holy shit! Nee, flikker op, vriend. Dat kan. Ik dacht dat het al onverhaald was of die graaf in het bos. Oh, straks staan we gewoon op de lijn. What the fuck, joh. Zo meteen zo schrijven, dan komt er weer een op in zo'n zwijnstaat. Ja, gast, what the fuck. Oh, het is ook een ziek lang pot. Of pad dit. Hoorden jullie dat ook? Wat? Stil? Stil. Oké, ik zie helemaal niks van het pad, omdat ik nu een lamp op mezelf moet houden. Maar echt, er is één ding zo eng hier. Ongelooflijk, want we hebben geen groot licht. We moeten het met fucking zaklampjes doen. Waar is Bob? En dan... waar is Bob? Waar is Bob? Waar is Bob? Hij staat daar. Wat? Dat is gewoon helemaal niet leuk, man. Bob, dat is niet leuk! Doe eens normaal. Hij is fucking gek. Gast. Er zijn geen grappen. Nee. Bob, we schrokken ons helemaal de pleuris. Oh, die licht. Ik was aan het plassen. Oh, Bob. Sorry. Wat? Kijk, ja, ik hoorde daar iets. Dus? Ja. Ik hoorde een paar stappen of zo. Iets kraken. Stappen? Ik weet niet wat het was. Ja, ik hoorde geen flikker, ja, maar... Ik schijn even met z'n allen. Je hoort de tijd het gefriemel, maar er zou toch niemand lopen hier? Of wel? Ja, ik weet niet. Het zou best kunnen. Ieder dingetje denk je dat het toch een zwijn is. Dus, takken die afbreken of zo. Bij alles wat je hoort denk je zwijn. Gelijk gewoon. Hop. Ik hoor de shit. Oké, dit keer hoorde iedereen het, toch? Ja. Hoorden jullie het ook? What the fuck was dat? Ik weet niet wat ik hoorde, maar ik hoorde wat. Oh, nu ook een hond. Laten we gewoon doorlopen. Ik ga het serieus. Alsof een deur open ging, maar... Ja, of niet? Ja, serieus, door. Gast, die hoor ik iets. Ik denk dat het... Waar dat zwijnen? Het klonk als een deur. Ja. Nee, ook als zo piep van. Ik ga niet meer diep het gaan nu. Sst. Wat is daar? Ja, maar het kut is ook dat je gewoon helemaal niks kan zien. Je moet het echt met je oren doen. Je bent gewoon echt fucking afhankelijk van je oren dit keer. Omdat gewoon normaal we echt zo'n fucking groot licht. En dan zie je gewoon echt, nou, het halve bos wordt gewoon belicht door dat bos. Nou, dat is ook onzin. Nee, maar je ziet echt superveel. Ja. Geef toe, je wordt gewoon verblind als je erin kijkt namelijk. Als je hem vol stand zet. Maar nu hebben we 3 zaklampjes. Dus wanneer je iets hoort, schijn je, maar je ziet niks. Nee. Ah. Ja, jongens, kom rap bij elkaar. We lopen gewoon verder, ja? Gaan we verder? Ja. Oké, ja, let's go. Zo'n hoog piepgeluid was. Ja, het was een piepgeluid. Maar wij dan, je denkt dat ooit maar zo'n film. Ja, dat is toch een deur, weet je wel. Straks is het gewoon zo'n baby. Ja, dat dacht ik. Het is sowieso geen deur, want er zijn geen deuren, maar wat moet het dan zijn? Nee, er zijn natuurlijk geen deuren. Jongens, als je een baby zwijn hoort, dan moet je gewoon wegwezen, want daar zijn die moeders bij en die zijn agressief. Die vallen je gewoon aan als je in de buurt bent. Ja, beschermen van hun kinderen. Ja, precies. Oké. Fucking close. En ik wil niet lullig doen, maar het is nog vochtig. Zie je niet die vochtige rand hierop? Het is moeilijk te zien op de camera. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij hebben ze hier net gekauwd. Dat is verkeerd. Lijkt het wel op. Ik heb echt het gevoel nu om gewoon even terug naar de tent te gaan. Toch? Ja. Nee joh, we kunnen echt wel verder. Nou. Nee, dan bespreken we gewoon, dan gaan we gewoon nu terug naar de tent. We spreken dan in de tent. Ik heb een. Rennen.
redden. Jongens, ik kan niet zo hard redden. Jongens. Ik heb het ook gehad. Film je al de hele tijd nog? De hele tijd nog, joh. Ik dacht dat ik het op ons af zag komen net. Het was gewoon een babyzwijn, hè? Ja. Ja. Ik hoorde toch dat eerste geluidje van die deur, zeg maar zo. Ja, dat was hun gekrijs gewoon. Ja. Oh, ik merk echt dat ik al 2 jaar niet gesport heb. We lopen dichterbij en dan ben je zo het fucking hard, joh. Iets moet je gehoord hebben. Ja, man. Niet normaal. Je is niet veel meter van ons vandaan, dat zeker weten niet. Neem maar even serieus, gast. Ja. Ja, jullie rennen allemaal weg en ik sta daar met die camera. Ik dacht, ik hoor nog iets. Dus ik kijk om met de camera. Ik weet niet of het duidelijk op staat. Ik begin te rennen, maar ik liep al helemaal achteraan. Oh, kutzooi. Nou ja, nu is het mooi. Kijk dat we daar beter. Ja. Ja. Ik zei nog echt gewoon een minuut ervoor van beter gaan we nu terug naar de tent discussiëren. Ja. En toen zei DJ opeens met zo'n mooie ding. Hé, hey, daar heeft een zwijn waarschijnlijk net aan. Ja. Oh, ik dacht dat je. Nou, laat maar. Daar heeft waarschijnlijk net een zwijn aan gezeten. En Chuck! Piep, hoor die zo, weet je wel, zo'n varken eenden kwaakachtig shit. Het ging maar goed dan. Zo jongens, ze wakker. Ze wakker. Ja. Yo. Lekker eten, wat heb je nou? Koffie? Een koffiewafel met een broodje. Nee, een koffiebroodje met een... Nee? Koffiewafel met een broodje. Nou, we zijn wakker. Ja. We moeten binnen een kwartier al ze opruimen. Dan worden we opgehaald. En dit moeten we nog allemaal doen. Dit hele tentje. Oeh, jongens, wil je dit openmaken? Die moeten we nog helemaal op gaan ruimen, zeg maar. Het is echt één. Het is echt één tyfusbende. Oh. Ah, het is echt fucking eng, nog steeds een beetje. Ja, het is echt, je ziet gewoon niet wat erachter allemaal zit. Super groot. En die onder is trouwens de Niers, dat is die rivier. Kijk, daar zitten we aan. We liggen echt gewoon op een bergje en daar gaat het helemaal bergafwaarts. Maar vonden jullie deze video leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter op deze video. Moeten we vaak gaan overnachten in plaats van alleen maar gaan inbreken? Laat het dan ook even weten in de reacties. En natuurlijk even een blauw duimpje. Volg me nog even op Instagram. En ja, tot de volgende video. Later. Ze staan er nog maar. In de O162. In de O162. Ik heb het.